Pesten is nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Vandaag op de landelijke dag tegen pesten wordt er stilgestaan bij pesten en de gevolgen hiervan. Ook bij ons in de studio Patricia Bolwerk, directrice van stichting Stop Pesten Nu. Goedenavond, mevrouw Bolwerk. Goedenavond. Ja, pesten, we zeiden het net al, komt vaak voor onder scholieren. 2 op de 3 leerlingen per klas zijn slachtoffer daarvan. Is dat veel of weinig in internationaal verband gezien? Nou ja, in procenten valt het mee, 10%. Ja. Maar ieder kind is er 1 te veel natuurlijk. Ja. Want het heeft zelfs 40 jaar later nog gevolgen voor de gepesten. Maar ook de families die omheen. Je neemt dat je leven lang mee, ja. Zegt u. Ja. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan waar mensen dus 40 jaar gevolgd zijn. Zowel gepeste mensen als de pester zelf. Mm-hmm. En ze kunnen 40 jaar later ze nog aan apparaten leggen dat hun lichaam nog steeds heftig reageert op het pesten van de lagere schooltijd. Hoe gaat dat pesten op basisscholen? Van alles. Roddelen, buitensluiten, negeren, de spullen verstoppen van kinderen, constante schuld geven, spelletje, tikkertje laten doen en iedere keer de regels veranderen als dan net diegene aan de beurt is. Is dat het zwarte schaap effect in een groep? Dat een groep kinderen één iemand bijna aanwijst van die is het slachtoffer? Nou, het is niet de groep die het aanwijst. De pester zelf heeft niet voldoende zelfvertrouwen. Hmm. Want iemand die echt zelfvertrouwen heeft, die pest niet. Ja. Dus diegene heeft het nodig dus om een ander klein te laten maken. Om te kijken, kijk eens hoe goed ik ben. Ja. En die kiest eigenlijk heel snel iemand die zij de baas kunnen. Ja. En gaan daarna mensen eromheen erbij trekken. Om ze op hetzelfde spoor te kunnen zetten. Door ze bang te maken voor, als jij niet aan mijn kant staat, dan pak ik jou. Oké, het is dus een soort sociologisch proces waar je in zit met elkaar. Ja. 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 En hebben kinderen dat in de gaten, dat ze dat doen? Nou, als ze heel jong zijn, nog niet zo bewust. Nee. Kinderen onder de 8, die vertonen wel pestgedrag. Ja. Maar die doen het nog niet zo met een hele grote groep. Met de meelopers en de actieve en de passieve. Maar ik heb bijvoorbeeld op de BSO toen bij mijn zoontje ook wel eens gezien dat een peuter van 2 dan even een speen uit de mond van de baby haalt. En die loopt al zo. Oh ja. Ja, die weet echt wel dat die baby dan gaat huilen. Ja, is dat pesten of is dat, ja, dat is echt wel pestgedrag plagen? Of zit daar een grens tussen nou ja, die het is die heel makkelijk. De ontvanger bepaalt of het leuk is of niet. Dus doordat die baby al gaat huilen, zegt die baby van dat hij het niet leuk vindt. Mm. En doordat de peuter zeg maar zo al met die speen op de rug, zo is die zich ook bewust dat hij iets doet wat niet oké is. Want anders dan hou je hem gewoon in het zicht. Ja. Ja. Herkent u dit, mevrouw Heij? Ja, dit herken ik zeker. Ja. Ja, dit gebeurt wel redelijk veel. Ja. En dat gebeurt al op een babygroep inderdaad bij 0 tot 2, maar ook zeker op een peutergroep. Ja. Maar een kind van 0 tot 2 heeft toch geen idee van dat hij aan het pesten is? Dat hebben ze ook niet, maar ze hebben wel door van, hey, dit mag niet. Ik word erop gecorrigeerd, dat is leuk. Ja. Ik doe het nog een keer. Ja. 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 En als je niet corrigeert, kan dat ontaarden in dat ze dat meer gaan doen. Ja. Ja. Ja, en dat wordt daar ook nog geen pesten genoemd. Bij pesten is het echt het stelselmatig iedere keer dezelfde. En op die leeftijd doen ze al wel pestgedrag dingen, maar het kunnen willekeurige baby's zijn. Mm. Weet je, het is niet iedere keer hetzelfde kind wat ze daarvoor uitkiezen, maar ze weten heel goed dat het gedrag fout is wat ze doen. Ja, ja, want het komt voor onder kinderen, basisschoolkinderen, daar praten we over, maar ook onder ouderen. Ja, overal waar mensen samenkomen wordt gepest. Kunt u daar voorbeelden van geven? In een bejaardentehuis. Ja, nou ja, overal. Sorry, in een bejaardentehuis? Ook, ja, 1 op de 5 bejaarden wordt gepest. En op welke manier dan? Hoe gaat dat? Door medebewoners. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn van, zij mag niet bij ons aan tafel zitten, want zij smakt. Of die stoel is gereserveerd voor mevrouw Wittenberg, terwijl die niet gaat komen. Het uitsluiten, dat iemand bijvoorbeeld de lift uit wil komen. Dat ze allemaal met de rollator zo staan dat iemand de lift niet uit kan. Dus alleen maar in de lift kan blijven staan. Een gebakje op de stoel van iemand zetten waarvan ze weten dat hij een incontinentieluier draagt. Dus dan na die tijd zeggen we, goh, waar zijn die gebakjes toch gebleven? Of die soesjes? En het hele harde uitspreken gewoon van, nou, die stinkt of die roddelt altijd. Of, maar gaat dat bewust dan? Dat mensen bewust zo'n gebakje neerzetten? En pesten is altijd bewust. De pesten die wil gewoon graag zich groter kunnen maken en die anderen vernederen. Ja. Dat gaat niet per ongeluk. En dat gaat dus van jong tot oud, begrijp ik uit uw woorden. Nou, eigenlijk doen de kleuters het beter. Ja. Ja. Ja, want waarom komt dit vaker voor dan pesten op scholen? In zo'n bejaardenhuis? Nou, ik denk dat het komt doordat vroeger altijd gezegd werd dat het maar een kleuterding was. Ik ben nu zelf 50 geworden dit jaar. Ja. En toen ik in het eind van de lagere school zat, zeiden de docenten al van, joh, je bent nou oud en wijs genoeg om het zelf te doen. Mm-hmm. Op de middelbare school hielp geen één docentje meer. Want als je het nou nog niet kon, jeetje, wat zou er dan van je leven terecht moeten komen?
Maar het pesten was er toen ook altijd nog en op het werk ook. Ja. Dus we hebben eigenlijk nooit geleerd hoe je als volwassene daarmee omgaat. En de maatschappij heeft er een soort label op gezet. Dan ben je dus een kneus als je na je kleutertijd nog steeds overkomt. Mm. Waardoor we allemaal in een oester in onszelf zijn getrokken, alsof wij degene die fout zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Het is de Landelijke Dag tegen Pesten vandaag. Daarin vraagt u meer aandacht voor pesten. Maar wat kun je er tegen doen? Heel veel. Ja? Ja. Noemt u eens wat. Nou, het belangrijkste is eerst de bewustwording. Dat het echt niet grappig is en dat het ook echt geen dolletje is. En dat het ook echt niet is van, ach joh, het is één keer iets vervelends. Nee. Pesten is echt stelselmatig. Iedere keer, dag in, dag uit, iedere keer dezelfde. Daar kun je niet overheen komen, daar kun je niet mee stoppen, want het is een ongelijke macht. Maar wij kunnen allemaal iets doen. Op het moment dat je ziet dat iemand gepest wordt, dan hoor je al bij de groep van het pesten, van het proces. Ja. Doordat jij niks zegt, heeft die pester zoiets van, hé, jij vindt het goed wat ik doe, want jij zegt... Oh, je wordt er dan bij betrokken? Ziet de pester het uit. Ja. Maar de gepeste ziet dat ook. Want die denkt van, hé, iedereen die ziet het, niemand zegt iets. Dus iedereen vindt het oké dat ze mij pesten. Ja. Dus als je alleen al dat beseft, dat je automatisch in team pester zit zonder dat je het wil, dan denk ik, maak een keuze. Dat je daar niet actief in wil zitten. Ja. En dan moet je proberen te doen wat je kan doen. Durf je er gelijk wat van te zeggen? Of durf je er samen met mensen wat te zeggen? Kijk, wij kunnen met z'n drieën wel denken van, jeetje. Maar we kunnen ook zeggen van, joh, zullen we er wat van zeggen? Ja, precies. Ja. Is dat makkelijk, mevrouw Heij? Als u in zo'n situatie belandt, om er iets van te zeggen? Kijk, als het bij kinderen gebeurt, is het voor mij heel makkelijk om er wat van te zeggen. Ja. Maar gebeurt maar dat het bij... is uw vak. Ja, dat is mijn vak. Maar ik geloof wel dat het voor kinderen, of jij bent inderdaad degene die er wat van zegt, maar dan word je ook weer snel gepest. Ja. Dus dat is gewoon wat er aan hangt bij kinderen. Dat je denkt van, ja, welke keuze maak ik? Want ik wil ook niet gepest worden. Ja. Dus dat heeft zo twee kanten. En ik denk als je daar goed met elkaar over kan praten, tenminste echt een groep bij elkaar te halen, en het helemaal uitlegt van, nou ja, zo voelt hij zich, dat daar misschien wat aan gedaan kan worden. Ja, is dat een methode? Nou, als je de helper, of eigenlijk is de bedoeling dat de hele groep zich veilig voelt. Want een plek waar iedereen zich veilig voelt, wordt eigenlijk niet gepest. Ja. En dus als iemand voor iemand op durft te komen, dat die juist in het zonnetje gezet wordt van, wat goed, wat knap dat je dat hebt gedaan. En wat, dit soort mensen, daar houden we van. Die willen we bij ons in het team hebben. Waardoor je vergroot dat meer mensen zo willen zijn. Is dat niet, dan krijg je inderdaad de angst van, oh, ik hou mijn mond wel dicht. Ja. Soms zeggen ouders dat ook, zeg maar niks. Straks ben jij de pineut. Ja, maar eigenlijk helpen ouders dan ook dat het bij dat kind doorgaat. Ja, u zei eerder, het kan soms een heel leven met iemand met zich meenemen, 40 jaar lang. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Ja, van alles. Ik ben bijvoorbeeld zelf op mijn 13e gepest. In de brugklas en door mijn klasgenoot en mijn Franse leraar. Ja. En ik zeg wel eens, het is net alsof mijn hele onderarm gewoon één grote open vleeswond was. En in de loop van de jaren komt er iedere keer een korstje op. Af en toe dan breekt er een klein stukje af, dan raakt het me weer. En heel af en toe gaat die hele wond weer open. Mm. In alles ben is je zelfvertrouwen flink beschadigd. Heeft een knauw gekregen. Ja, dus als je naar een nieuwe omgeving gaat, dan denk je, zal ik niet te dom zijn om wat te zeggen? Kom ik wel goed genoeg over? Ook terwijl ik hier zit over mijn passie te praten. Ja. Of een webinar geven. Of voor instructiegroepen staan. Naar recepties op nieuwe momenten. Altijd denk je van, vinden ze me niet stom of lelijk of dom? Ja. Maar je zal het nooit eens een keer over de ander hebben. Je gaat alleen maar zoeken naar jezelf, waardoor gericht, jij zelf het niet goed zou moeten doen. Ja. En dat is de schade. De mensen die de grammofoonplaat kennen, dan zeg ik van, die krassen die zitten op zo'n plaat. En af en toe blijft die in zo'n groef hangen. Hangen. En dan het enige wat je moet leren als je ouder wordt, dat je het haakje kan oppakken en een rijtje verder kan zetten, zeg maar. Maar die groeven kun je niet wegpoetsen. Ja. U bent directeur of directrice van stichting Stop Pesten Nu. Wat wilt u ermee bereiken met die stichting? Nou, ik hoop dat de naam het zegt. Aandacht voorkomt en dat het stopt. Nee, gewoon dat het stopt en niet morgen, maar nu. Ja. Maar voordat je echt pesten kan aanpakken, moet je het eerst kunnen herkennen wat het allemaal is. Dus dat het ook roddelen, buitensluiten, negeren, chanteren, dat allemaal bij pesten hoort. Want kan het stoppen? Ja. Ik bedoel, zijn er voorbeelden van dat het gestopt is in groepen? Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, de omstandersgroep, dat zijn vaak de leeftijdsgenoten. Dat wordt ook wel de peer pressure group genoemd. Canadese onderzoeken tonen aan dat als de peer pressure group ingrijpt in het pesten, dan stopt het in 10 seconden in 57% van de gevallen. Mm. Nou, als we dat al weten te vergroten,
dat daar de eerste effort op zit. Dan hebben we gewoon al 57% winst. Okay. Maar het is natuurlijk wel een eeuwenoud verhaal. Weet je? Dus zeker. Over 100 jaar durf ik echt te zeggen van dat de pest er weg is. Maar we hebben wel een weg ernaartoe. Ja. Want er zijn nog steeds mensen die denken, valt nog wel mee. Ja. En tot slot, wat zou u mee willen geven aan een pester en of een gepeste? Aan iedereen doe iets. Je moet erover praten, ook als je gepest wordt. Want als jij niks zegt, dan help je de pesten doorgaan, hoe raar het ook klinkt. Mm. Doe iets, of dat nou jong of oud is, maar pak het aan. Ja, op de website staan alle tips voor of je nou gepest wordt, of dat je de omstander bent, of dat je opvoeder, coach, trainer, bejaarde bent. Doe iets. Stop pesten nu, daar gaan we naar kijken. Dank voor uw toelichting, Patricia Bolwerk. Want dit was alweer uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond, graag tot dan. Dag.